Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag laat ik jullie weer een haakpatroon voor een mooie sjaal zien. De wol die ik gebruikt heb, heeft een paar gekleurde sprinkles ertussendoor. Ik heb een patroon gehaakt met vaste halve stokjes en stokjes. En die komen dan zo in pakketjes bij elkaar met een opening ertussen. Dit wordt in rijen gehaakt en de sjaal is zo'n 20 bij 140 centimeter geworden. Hij is heerlijk zacht geworden, perfect voor de herfst en de winter. En ik heb de 9 mm naald gebruikt. Dit is de wol die ik gebruikt heb. Dat is deze Karen Sprinkle Cakes. Dus daar zitten verschillende sprinkles in diverse kleuren. De wol zelf heeft ook nog een kleurverloop. Dus je ziet al verschillende tinten van een beetje beige en dergelijke voorbij komen. Dit wordt birthday cake genoemd. En hij is geschikt voor een 8 mm naald. Ik gebruik dan een 9, iets groter. 77% acryl, 20% wol en 3% andere vezels. Oké, geen idee wat dat moet zijn. 186 centimeter natuurlijk. En ik ga om te beginnen eens de wol eruit halen. En ik begin met een aantal lossen. Je kunt zelf bepalen hoe breed de sjaal wordt, zolang je maar een meervoud van 3 opzet voor je aantal lossen. Dat gaat niet helemaal lekker op dit moment. Nou, dit vind ik een klein beetje aan de smalle kant, dus ik doe er nog 3 bij. Dus dat zijn er 15 en dat vind ik wel een mooie breedte voor een sjaal, dus dat houden we even zo. En nu steek ik in de tweede terug, vanaf de naald gezien. En daar haak ik een vaste. Daar komt een half stokje naast. En een stokje. Die moest er 2 hier. En dan heb ik dus dit pakketje. En dit wordt allemaal in dezelfde los gehaakt. Dan sla ik er 2 over. En in de derde steek ik weer in. En daar haak ik hetzelfde setje. Van een vaste, een half stokje en een stokje. Dan weer 2 overslaan. En weer een vaste, een half stokje en een stokje. Weer 2 overslaan. In de derde insteken. Een vaste, een half stokje en een stokje. Allemaal steeds in dezelfde lossen. Weer 2 overslaan. En nog een keer. Dus een vaste, een half stokje en een stokje. En dan heb ik 5 van deze setjes gemaakt. Dus dat komt perfect uit. En nu moet ik de rij alleen nog even beëindigen. Dat doe ik met een vaste hier in de laatste losse. Dan is de eerste rij klaar. Ik ga nu verder met de tweede rij. En ik begin daar met 2 lossen. Dus de hoogte van een half stokje. Die komen daar zo. Ik draai hem om. En dan steek ik direct hier zo in. Direct naast die lossen. En hier zo komt er dan eigenlijk een soort half setje. Dus ik heb een vaste. De lossen vervangen het halve stokje en heb ik een stokje gehaakt. Ik sla weer 2 over. Ik steek hier zo in.
Daar haak ik een vaste. Een half stokje en een stokje. Dus net zoals in de eerste rij. Ik haak weer helemaal terug naar de andere kant. In hetzelfde patroon. Aan het einde aangekomen. En dan vallen deze zo naar links. Hier zo. Bij de laatste. Heb ik nog een insteek. En dan valt dat een beetje opzij. Dat wil ik niet. Dus daar komt dan geen volledig setje meer. Dus vanaf de tweede rij heb ik steeds 4 volledige setjes. In de eerste had ik er 5. In de tweede dus 4. En ik ga het nu zo doen zoals ik hier in het begin had gedaan. Dat ik een soort half setje hier haak. Dus ik steek hier in. Voor een vaste. En in de volgende rij heb ik dan hier zo straks een insteekplek bij lossen. Ik maak hier ook die lossen. Dat zijn er 2 in plaats van het half stokje. En dan heb ik hier zo ruimte voor het stokje. Dus dit is het halve setje. Ik sla 2 insteekplekken over en dan haak ik hier het eerste complete setje. Dat bestaat uit een vaste, een half stokje en een stokje. Ik laat hier nog even zien hoe straks de rij eindigt. En vanaf nu is het eigenlijk gewoon steeds exact hetzelfde. Ik ben bij het einde aangekomen. 3, 4 van deze complete setjes. Hier zo was die halve. En hier zo haak ik een vaste om deze losse uit de vorige rij heen. Zo haak ik nu verder totdat de bolrol op is. Zo, ik ben bijna helemaal klaar. Ik heb hier nog het restje. Dus dat is vrijwel niks. Het lukte nog precies. Ik had echt niet verder moeten gaan. Dus ik kan deze er zo makkelijk uit lostrekken. Even stevig aantrekken. En daar zat de laatste vaste. Sorry. Dat draadje moet natuurlijk nog weggewerkt worden. Hetzelfde geldt voor die aan het begin. En dan is de sjaal eigenlijk al klaar. Ik laat nog eventjes zien hoe die er nu uit is komen te zien met kleurverloop. Dus we hebben hier wat grijsachtig, crème, nog wat donkerder grijs. En er komt nog, waar zit het, een beetje beige bij. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, laat me dat weten door me een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal en dan op het klokje naast de abonneren button klikt. Dan mis je nooit meer een video van ons. Dan zie ik jullie hopelijk in de volgende video weer. Tot dan en dag!